De Nederlandse Task Force 55 maakt zich samen met buitenlandse speciale eenheden klaar voor een actie in het zuiden van Afghanistan. In een afgelegen dorp zijn honderden strijders en een opslagplaats met componenten voor bermbommen ontdekt. Samen met grondcommandant Tuinman bedenkt kapitein De Ruiter een gewaagd plan. De dreiging in het gebied is zeer groot. Dat de grondtroepen alleen bij daglicht ingevlogen kunnen worden, maakt de operatie nog risicovoller. Vlak voor het opstijgen krijgen De Ruiter en Tuinman het bericht dat helikopters van de coalitie de avond ervoor het dorp langdurig hebben geobserveerd. Ze gaan kijken naar de livebeelden van een onbemand vliegtuig dat momenteel boven het gebied aanwezig is en zien een verandering in het levenspatroon. De kans is groot dat door de aanwezigheid van de heli's de strijders in het dorp door hebben gehad dat een actie tegen hen in voorbereiding is. Het zou heel goed kunnen dat ze daarom een hinderlaag hebben voorbereid. Desondanks wordt besloten de operatie door te zetten. De speciale eenheden worden door Nederlandse Chinooks vervoerd en in de lucht beveiligd door Nederlandse Apaches. Enkele seconden voor de landing schakelen de Apaches vooraf bepaalde doelen uit en lossen waarschuwingsschoten op verschillende locaties in het dorp. Door de gecreëerde chaos kunnen de Chinooks relatief veilig midden in het dorp landen, vlakbij de bazaar, op slechts 100 meter afstand van de Apache inzet. De strijders zijn volledig verrast en zetten te voet of per motor hun vlucht in. De Ruiter en zijn wingman zorgen ervoor dat zij niet ontsnappen. Op een gegeven moment probeert een strijder de dans te ontspringen door zich stiekem te verplaatsen. Hij gedraagt zich verdacht en rent weg uit een wapenopslaglocatie in het dorp. De Ruiter heeft hem in het vizier. Hij vlucht de woestijn in en laat zich niet tegenhouden door waarschuwingsschoten van de Apache. De grondtroepen in het dorp hebben op dat moment geen mensen of middelen beschikbaar om de achtervolging in te zetten. De Ruiter bedenkt een creatief plan. Omdat deze persoon wel eens over zeer waardevolle informatie zou kunnen beschikken en daarom niet mag ontkomen. Hij overlegt met Tuinman en krijgt toestemming voor de uitvoering. De Chinooks zijn op dat moment net geland om de laatste troepen af te zetten en staan op het punt terug te keren naar Kamp Holland. De Ruiter weet de Chinook-bemanning te overtuigen van zijn plan om de verdachte persoon op te pakken. Hij neemt hier risico's mee, mede omdat de bemanning van de Chinook niet opgeleid en getraind is voor dit soort opdrachten. De Apache vliegt voor de Chinook uit om een exacte locatie van de persoon te markeren en vuurt nogmaals met het boordkanon vlak naast de strijder, waarna hij succesvol gevangen wordt genomen en afgevoerd. De bemanning van de Chinook heeft in december 2016 een dapperheidsonderscheiding ontvangen voor deze bijzondere actie, bedacht en geleid door de Ruiter.